NEC verloor vanavond van Sparta Rotterdam. Het elftal van ex-NEC-trainer Alex Pastoor won met 0-1. Na afloop spraken we met de spelers Greg Breinburg en Julian van Haken en met trainer Peter Huballa. Julian, back in the squad and then in Lourdes. What happened today? Yeah, I think especially in the first half we didn't play well football. We didn't play on the ground, a lot of long balls, and I think that was a big problem in the first half. And in the second half we hadn't big chances, so in the end we lost 1-0. Greg, een zware klap vandaag. Ja, zeker weten. Een dubbele klap, denk ik. Dat je de penalty mist. Ja, dat is gebeurd. Maar dat je ook nog de wedstrijd verliest, dat is een dubbele klap. Peter, waar ging het mis vanavond? Ja, even dingen aan de bal waren niet goed. Ik denk dat wij met die drie man lijn en die twee verdedigers, het idee was goed. We komen ook altijd door op de buitenkant. Sparta wist in de eerste 20 minuten niet zo wie ze staan moeten. Maar we hebben zoveel technische moeilijkheden. Dat verspringt die bal. De ene speler kan die bal niet aannemen. De andere speler kan die bal niet 3 meter passen. Dan hobbelt die bobbelt die bal altijd. En zo kan je ook geen goede positiespelen opbouwen. You haven't played for several matches in the squad. Did Petri Balla told you why? Yeah, we had a four eyes conversation, and he told me the reasons why I'm in this moment maybe out. But this was my chance to come back, and I hope I qualify to myself for the next week. Want vorige maand zei je tegen ons dat je favoriete hoek de ander is. Ja, klopt. Ik denk de keepers naarmate gaan ze ook bestuderen. Zoet tegen Heracles. Nou doen ze dat ook. En ik heb vaker rechts geschoten dan links. Dus dit keer even gewonnen. Ja, want dan gaat het tactisch. Zet je het zo goed neer? Vorige week 5-4-1, vandaag 3-5-2 aanvallend. En dan gaat het toch verdedigend in de 16 meter mis. Ja, goed. Ik denk vele doelpunten gaan met 1-3 situaties of zo. Hij schiet alleen. Je moet het doelpunt nog een keer zien. Ik heb het nog niet gezien. Alleen uit de hoofd kan ik dat nu analyseren. Ik denk niet goed geblokt weer. Maar ik moet ook nog kijken hoe we de bal precies verliest hebben en dit en dat. Maar technisch zijn we te slecht. We blijven strijdbaar en we hebben nog steeds een eigen hand. En hopelijk met de steun van het publiek. Die kunnen ons daar overheen trekken. Ik hoop dat ze dat ook begrijpen. Het is zeker zuur. Ik vind het heel zuur. Ik bouw nog steeds van de penalty, van de nederlaag. Maar we moeten toch weer opstaan. We moeten toch weer doorgaan naar volgende week. En niet bij de pakken neer gaan zitten. Want dan kun je beter gelijk naar Jupiler League gaan.